Goedenavond, voor mij althans. Ik heb ik rij in de groen, maar ik zal hem hier even aan de kant zetten, ja? Ja. Ik heb... Hè? Huh? Heb je groen? Wacht even, dit zit er nu 2 tegen, man. Ja. Sorry, laag ik net af, maar jij precies het zelf van me. We rijden nu dus met 3 motoren achter elkaar. Waarvan ik degene ben die de leading heeft naar de snelweg. Ik heb achterop de vriendin of vrouw, wat is het eigenlijk? Vriendin van Ralf. Ralf die rijdt helemaal achteraan. Die heeft een MP3. Veel mensen zien het niet als motor. Maar maakt het op zich eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik kijk een beetje naar de kleding of dat ik iemand een motorrijder vind. Naar mijn idee motorrijder vind dan, laat ik het zo formuleren. En ik denk dat Ralf voor zich wel redelijk schaart onder motorrijders. Hij is in ieder geval goed beschermd. Dus ja, dus dat. Ik heb nog geen beeld aan de achterkant. Behalve het feit dat jullie nu iemand achter me zien zitten waarschijnlijk die er normaal gesproken niet zit. Hey, het was een vraag van Ralf, van jou mag ze bij jou achterop. Want ze heeft nog nooit op de zaakjes echte motor gereden, een tweewieler. Prima, geen probleem. Kom maar op. En ze zit heel netjes achterop. Goed te horen. Ja, zeker. Ik zie het. Wat? Ja, het is goed. De route. Hey, voor jullie snap ik het, maar... Ja, kom niet erin. Ja, ik denk dat het twijfelachtig was of ik de rood ging, ja of nee. Nee, ik ben oranje. Nee, ik zit er via aan mij, ik heb een afstand. Dus dat, ja, is wel even nog, hè. Ah, hij moest over. Nee, dat mag niet, nee. Nee, ja. Ik zal even mijn passagier vragen of dat het allemaal goed gaat. Mooi. Mooi. Wat zeg je? Ik geef niet eens veel gas. Nou, jouw doodje heeft de helft van het vermogen van dat van mij. Gaan we nog een bandje afslaan? Hey, joh. Goed, wij komen dus bij Drover's Dock vandaan. Ik was een beetje aan het vertellen, maar een beetje afgeleid. We komen dus bij Drover's Dock vandaan. Heerlijk gegeten. En dat kunnen de beide gasten, beide genodigden, kunnen dat beamen. Wat ik zelf heel lekker vind, is die Angus Beef Burger. En die heb ik vandaag weer op. En het is zo lekker broodje vlees. Ja, nom nom nom. Nom nom nom, dat kennen we van de kinderen. Dus wij ouderen doen nu de kinderen na. Nom nom nom. Ja, maar goed. We gaan nu
achter onze grote vriend Ralf aan. En die gaat ons binnen doorleiden terug richting huis. En ik ben benieuwd wat voor route die heeft. Jij ging voorop. Wat gaan we doen? We gaan door het Amsterdamse bos. Bosbaan, hoop ik. Ja, bosbaan weg. Ja, die is mooi. Die is echt mooi. Serieus. Ja, nou oplichten. Oh, even dubbele. Jazeker. Goed, Ralf en het Amsterdamse bos, dat weet ik niet. Dus ik heb zelf de leiding maar overgenomen. Op verzoek van Ralf overigens. Of ik even het Amsterdamse bos in wilde typen. Het schijnt heel mooi te zijn, ik ben er nog nooit geweest, moet ik heel eerlijk bekennen. Hey, die tag. Hier. Oh, hier. Dus dat hele bos was een herfst. Je ziet het er niet eens over. Nee, ik zie inderdaad niet zo heel veel op het moment. Nee. Goeiedag. Hallo, ah ja, hij doet het. Ja? Ik was aan het lachen, maar ik wist niet wie het hoorde. Ja, hoor je wel. Nou, Elf, hoe hard mag je hier? Ja, we houden op, hè? Ja, zitten we binnen, waar komt dat? Ja. Ik weet het namelijk echt niet. Nou, wel de ja. Ik weet het serieus niet. Tom zegt niks, daarom vraag ik het. Ja, ik zou zeggen 5 minuten, binnen waar komt. Kijk, die raken de spiegels, niet waar. Oep, camera. Ja. Kut. Ik weet niet hoe hard je mocht, maar. Dan denk ik dat ik goed zat. Ja, ik reed net iets sneller. Nee, hi. Je wou hem kijken, waar zijn je nou? Naar de kamer, joh.
Mooi die wolken zien, hè? Ja, super. Gaaf, hè? Schrapen? Huh? Wat? Wat moest ik zien? Ja. Zo, dames en heren. Mijn geheugenkaartjes zijn ofwel vol of de batterij is al leeg. Ik geloof tenminste dat bij jou ook het lampje uit is, denk ik zo, schat ik zo in. Ja, hoe dan ook. We rijden het laatste stukje terug naar huis. We doen nog even een bakkie. En dan was dit het einde van de rit weer. Iedereen bedankt voor het kijken. En wie weet tot de volgende keer. Au, doei.